Te gast vandaag is Jelle en die deed mee aan The Voice of Holland. Ja, hoe was het? Echt een gekhuis, kan ik je wel vertellen. Je bedoelt de Blind Audition natuurlijk. Ja, hoe was dat? Ik vond zelf persoonlijk het wachten een week daarvoor vond ik echt het moeilijkste. Dus dat je echt zit na te denken over hoe gaat het lopen. Weet je, gaan ze draaien, gaan ze niet draaien, wanneer gaan ze draaien. Ja, dus dan maak je jezelf wel een beetje gek. Het moment zelf, ik weet nog goed dat ik als 12e was of zo die avond. Want er waren volgens mij 14 mensen die auditie deden. Dus ik moest zelf echt 2 uur lang wachten voordat ik aan de beurt was. Want er moesten elke keer mensen, er moesten weer families, moesten weer heen en weer gebracht worden. Wat doe je dan als je zo lang moet wachten? Ja, dan word je gek. Ja. Ja, nee, dan zit je gewoon, je wordt zeg maar wel gescheiden. Dus je zit dan niet naar de show te kijken. En je wacht dan boven ergens in een kamer. Dus dan probeer je gewoon een beetje je rust te houden. Maar ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Op een gegeven moment mocht je op en dan ga je zingen. En ja, dan draaien ze maar niet. Dat is ook wel spannend, kan ik zeggen. Ja, dus ja. Hoe ben je er naartoe gekomen om mee te gaan doen aan de Voice of Holland? Want dat is toch niet dat je denkt op een maandag, ik geef me een keer op. Er gaan jaren van allerlei wedstrijden aan vooraf, of niet? Ik moet wel zeggen dat ik het altijd al keek. En altijd wel stiekem wilde, denk ik. Ik vond het altijd heel erg leuk om te kijken, sowieso alle talentshows. En ik zong altijd wel al. Alleen, op de een of andere manier durfde ik er zelf nooit echt iets mee te doen. Ik heb het vorig jaar wel een keer geprobeerd. Maar toen werd ik in de voorronde, want je hebt bij de Voice ook voorronde, zeg maar, voordat je op tv komt. Ging ik niet door. En dit keer vroegen ze zelf of ik mee wilde doen. Dus toen dacht ik, ja, ik kan nou geen nee meer zeggen. Maar toen ging je uiteindelijk, je mocht op het podium gaan staan. En toen kwam je bij Anouk. En dat is toch wel de coach waarvan je denkt, die is heel streng en zo. Ja. Hoe was dat? Jij bent een beetje bang voor Anouk, hè? Anand, dat is me al eerder opgevallen. Nou ja, Anouk die is vaak zo, weet je wel, eerst nam ze 2 mensen niet mee. Ze is vaak heel, heel kritisch. Dat heb ik dus echt niet zo ervaren. Persoonlijk vind ik Anouk juist de liefste eigenlijk. En dat komt misschien ook wel omdat wij een goede klik hadden of zo. Maar ik denk ook als je naar Anouk de muziek luistert, want Anouk schrijft ook zelf de nummers, dan kom je erachter dat ze eigenlijk helemaal zo hard niet is. Zoals ze af en toe misschien wordt neergezet, zou ik het eerder zeggen. En ook juist door haar eerlijkheid, denk dat de meeste mensen daar meer aan hebben dan af en toe zeggen dat iets goed is of niet. En dan uiteindelijk bleek het helemaal niet zo te zijn. Dus ik weet niet. Maar bij mij was het sowieso. Ik vond het een hele lieve, eerlijke vrouw eigenlijk. En dan ga je naar de volgende ronde. Hoe lang heb je dan om dat voor te bereiden? Mijn Blind Audition werd 18 juli, geloof ik, opgenomen. En de battles. De bekendmaking was begin oktober, geloof ik. En eind oktober was de opname.